Ja, hallo. Fred? Ja. Waar kijkt hij? Hallo. Nou, we hebben filmster. Ja, zes, de opnames zitten erop voor haar. De opnames zitten erop voor Les. Ze dus. Was nog op het jeugdjournaal ja. Ja. Dus het was, dus, leuk. Ze had een goed woordje gedaan. Dat had ze gedaan, ja. Dat was netjes. En de serie begint in? Oktober. Oktober ja. op het Nederlandse zelf. Ja. Dus mensen allemaal kijken. Allemaal kijken naar Les en een duimpje voor Les. Goed gedaan, meid. Right. En we zijn heel erg benieuwd naar het... Wat het resultaat is geworden. Naar het resultaat, ja. Ik heb ook gemist, Toon. Ja. Ik was even op de loswal van op het loswalfeest in Uien. Dat kan ook niet anders, hè. Ik moest even zijn. Je moest kijken of dat blauwalg nog is. Hoe dat ik ging met dat blauwalg. Ja, dat dacht ik. Hij was hors weg. Ja. Maar het was een mooi feest. Echt een mooi feest. Ja, ben je lang door geweest? Nou, lang zat. Oké. Okay. Ik kon toch net met een auto naar huis. En van het weekend is weer feest, hè? Ja, dan blijven ze dan maar organiseren daar. Lief aan de gang, blijven ze goed bezig. Nou hebben ze een of andere competitie of festivaletje, Duitsers. Wedstrijd in Nederland-Duitsland. Ja, maar dan in de zang. In de zang? Ja. Mooie verrassing. Ja. Wat kunnen wij? Wij mogen twee kaarten weggeven, andere kaarten weggeven. Ja. Maar dan moeten ze wel... Heel snel reageren. Reageren. Dus heel snel. Vandaag nog. Even nog reageren hieronder. Ja. Dan komen die kaarten nog bij jullie en het feest. Is morgen. Is op zaterdag. Ja. Zaterdagavond en je weet feest. Ja. Dus gauw reageren. We zitten erbij. Ik hoop je telefoon draait ook nog af, gaat en begint met koekoek. Koekoek. Kan de batterij van ze oplaaien. Ik vind dat. Daar gaan we niet op in. Daar gaan we niet op in. Nee. Maar als die dames komen fietsen. Ik ga er wel achteraan dan. Nee, ik niet. Dat kan ik niet bij halen. De Bulls Ladies Tour. Nee, haal ik niet bij. 30 augustus. Ik denk dat ze mee naar Ronde Veur moeten hebben. Die komen op de bergen in. En de Sievenwald komen ze drie keer in. Ze komen in de Rockwald. Oh, het gaat. Donderdag 30 augustus. Haal maar in de gaten. Ja. We hebben een mooi feestje daar. Terrasje. Terrasje kunnen hakken. Ja, lekker. Met overhonden. Toon. Ja. Je zat er niet in, hè? Ik zat er niet in. Ik was er ook niet. Maar ik heb ook even bezig komen. De videoclip, van de nijste videoclip van Zolt. Ja, ik vond het veel jeugdiger. Ja, dat was gewoon blaag, hè? Ja, nou, dat mooi. Feest in de Maasduinen. Zag er goed uit. Dance van Zolt. Ja. Je kunt hem altijd nog even terugkijken. Ik heb hem al gezien. Jij hebt het toch gezien? Ja, maar die de mensen thuis. Ja, ja, die mensen kunnen het ook zien. Op Maasduinen Centraal kunnen we terugvinden. Ja, van model zo. Ja. Als dan boord me niet te klein is dan. Nee, dat gaat wel. Ja, zo iemand wat ik ken. En nu niks anders. Dan gaat er als een stuk dat eronder zit. Ja, dat is allemaal lucht. Dat is allemaal lucht. Ja, 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 ja. Ze hebben wel naar ons geluisterd, wat? Doen. Ja, een beetje tegen. Terwijl de zondag was het was goed druk, ja. Zo'n braderieke in Alphen. Was maar echt een beetje van oud. En afsluiten met wat vuurwerk. Dat, of was dat geen vuurwerk? Nee, dat was... Ja. Vraat, als wij er ook niet bij zien, hè. Dan gaat het ook mis, hoor. Dan gaat helemaal mis. Dus, kijk, wij Maasduinen Centraal, ja, ze weten het ook geen zin in. Ik vind het wel sneu voor die van het eentje. Ja, dat vind ik sneu. Wat? Ja. Dat het zo moet je kunt er in principe niks aan doen. En dan zoveel waren nog... Ja, de dames eigenlijk, hè. Maar de dames aan het werken. Ja, dan kijk, daar hebben we wel... Ze wisten het best mee allemaal. Dat was Maasduinen die wij waren, nee. Maasduinen Centraal. Nee. Volgende keer even smelden. Eerst even bellen, dan komen we ook. Ja, nee, dat hebben ze niet meer. Dat staat niet meer op de kaart, vriendje oorlog, denk ik. Nee. Dat is aanstekelijk, nou. Ik weet niet eens, ik heb gelezen, ik weet niet eens wie het doen. Toch een beetje Helligers, ja. Ja, maar Helligers was, dat is een grote familie, hoor. Ja, daar zit een licht in offer en een licht in de Helligers. Dan raakt het er licht uit, ja. Maar nou vier generaties... meiden, ja. Meiden dus, groot, dus ja. Een overgrootmoeder, een grootmoeder, een moeder en een dochter. Dochter. In offeren. Vier generaties. Kijk. Gaan we voor de vijfde generatie. Ik wil wel nieuwslezers nou onderhanden.
Zondag komt er weer wat op televisie. Ja. Wat een looi, hè. De Robeek. Kwekerij Robeek, ja. Niet de looi. Bij Duurzaam Leven. Op RTL 7. Op RTL 7. Dat ruimt ook nog. Ja, om 1 uur. Ja. Maar smiddags, hè. Smiddags 1 uur. Ja, niet even kijken. RTL 7. Kwekerij Robeek, niet de looi. Ja. Maar nog eens zat, man. Ja. De overlast en de... Met de hangjongeren, die jeugd... Drugsgebruik. Ja, schijnbaar. Overlast. Ja. Rotzooi, bierflesjes. Dus we gaan naar straatcoaches. S'avonds waren die ingezet. En je kunt ze gewoon bellen, hè? Ja. De mensen kunnen gewoon bellen. Dus... Als ze overlast hebben, bellen. En dan komen ze ter plekke. Ik ben benieuwd of het goed doet, of het helpt. Ja. Maar blikken, wanneer beginnen die jongens dan, die straatcoaches? Ik weet het niet, volgens mij volgende week al. Dus, volgende week beginnen ze. Not een bouwvak. Ja, zijn er ook bouwvakkers dan? We zullen zien wat ze gaan doen. Ja. Hè? Even afwachten, dan misschien toch de volgende keer wel wat kunnen melden over de nieuwe straatcoaches van Bergen. Het is niet verkeerd. Niet in de ganse gemeente komen die? Ja. Oké. Okay. Die pet had nog niet veel goed gedaan bij Maak van Zuiderwa. Ik weet niet, Pees die maakt dat wel. Het zien Vruiken nog steeds niet gevonden. Nee. Ondanks de enorme aandacht die hij heeft gekregen van... Van alle zenders. Zenders en met zijn Facebook-actie. Dus, maar we gaan gewoon deur met de pet. We gaan gewoon deur. En de pet van deze week gaat naar... Jos Remme, jij hebt de pet gewonnen, jongen. Jij regelt dat weer? Ik ga dat regelen. Jos, even een petje opzetten, ja, met een duimpje. En even een fotootje. Fotootje maken, selfie maken. En dan zien we beneden. Wat Ruudke. En wat Robert. Hoe die start. Ja. Tom, we zitten hier weer mooi. Ja. In het hangjongere huisje. Ja, dat klopt. Dat doet er nou goede dienst. Ja. We zitten hier bij het vogelasiel in Bergen. Ja. 20 jaar bestaan. 20 jaar bestaan hebben ze dit weekend. Zondag hebben ze een open dag. Vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur. Iedereen is welkom. Ja. Het liefste tot de mensen op de fiets komen. Dat is parkeergeleiding, dat is wat minder. Maar die is er wel. Dus, maar kom alsjeblieft allemaal met de fiets. Goed zo. Want er is graag geen parkeergelegenheid. Die is er wel. Ja, die hebben ze wel. Ja, in een auto. Nee, joh. Nee, jongen, die hebben er achter een stukje grond bij. Ja. We zien fijn ontvangen hier, coffee fly. Ja, dat was wel goed dus. Dat dacht ik, veel slagroom. Als je het zelf maar erop doet, hè. Ja. En, goed, we moeten in ieder geval het jubilerend vogelasiel van Bergen. Ja, die gaan wat terug doen. Die gaan bijen oase creëren aan de andere zijde van het vogelasiel. Kijk eens aan, dat komt er ook nog eens bij. In Bijenwaarzen werd zondag ook nog geopend. Dus werd geopend, open dag goed zo. Open dag vanaf 12 uur. En dan zeggen we nou ook dankjewel voor de gastvrijheid, de koffie en de fly. Volgende week zitten we in Siebengewald. Wie het Agri-festijn op de Pannenweg. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even een duimpje. Hieronder gaan we weer. Delen. En reageren. Reageren. Ook voor de pet, als je de pet wilt winnen. En de kaartjes duien. En de kaartjes. Oh ja, niet vergeten de kaartjes voor de grote interland Nederland-Duitsland in Aijen. Op zanggebied. Tot volgende week. Hoi. Ja, daar hou je lang over verrooien. Ja, we hebben vorige week al een beetje verrooien. Ik kon mijn mond van niet weghalen. Kindervakantiewerk zit erop. De jongen gaat weer naar school. Ja. En Manonneke heeft van de week even doktertje gespeeld. Ja. Ze hadden het druk gehad. Ja. Ja, kijk. Ja. Hey. Had toch geen tiet gehad voor haar dan? Nee, mevrouw ook niet. Ja. Maar dat geeft ook niks. Nee. Nee.